Hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Parky En dit keer zijn we natuurlijk in mijn pretpark, ons 2D pretpark. Ik doe daar natuurlijk heel vaak 3D spelletjes. Maar natuurlijk, zoals Rollercoaster Techno 2 is er ook nog een Parky die nog steeds in de Alpha versie is. En inmiddels is de Alpha 3A versie uitgekomen met een nieuwe attractie, de Simulator. En de simulator, uh, ik wou zeggen simulatie, maar het is een simulator. En uh, die, uh, die is zo klein: dat is de kleinste attractie van het hele spel. En die telt dus twee blokjes bij twee. Dus je moet. Uh, je nadenkt dat als je vier uh, van die uh, voetpaden hebt... bij elkaar, dat dat te groot is van die hele simulatie. Uh, nou, dat is echt belachelijk klein. En ik vind het best wel knap dat ze het zo hebben opgekropt. Maar uh, simulaties waren ook bij Rollercoaster 2 altijd super klein. waren hele kleine attracties altijd. Dus ze hebben eigenlijk in Parkitect ook, de, ook zeg maar niet overdreven groot gemaakt. En uh, ik heb het nog niet gezien. Dus ik weet niet hoe het eruit ziet. In ieder geval, we gaan nu verder met het renoveren van een attractie. Jullie zien het al. Ik ben bezig met een heel nieuw... Nieuw station van de Houten Achtbaan. De Houten Achtbaan is een van mijn allereerste attracties geweest van mijn map. En uh, ook die heeft gewoon een renovering nodig. Ik ga niet de layout aanpassen. Maar ik wil juist het thema helemaal gaan aanpassen. En ik had er heel lang in gedacht. Ik had uh, geloof vorige week had ik een uh, thema gedownload. En dat was het Maya thema gedeelte. En ik had ook in de vorige aflevering gezegd dat het me heel leuk leek om daarmee te werken. Dus dan is eigenlijk mijn verplichting. Uh, je hebt een set. En met die set daar moet je het mee doen. Je mag natuurlijk ook combi's gaan maken. Want ik ga dadelijk ook combineren natuurlijk met andere sets. Maar voornamelijk moet ik mij gaan focussen ze op één set en dat is Maya. En wat is Maya? Uh, hoe kan je Maya omschrijven eigenlijk? Ik denk altijd aan Inca of, of ja, aan tempels en, en groen en, en uh, stenen beelden en rotsen. En het is allemaal. Uh, een beetje een jungle setting. Met, gemixt met misschien wel uh, piramides of zo. Het is heel apart. Je kan het heel moeilijk uitleggen. Maar ik denk dat ik het nu al een klein beetje heb uitgelegd. Iedereen kent wel zo'n Inca setting. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met de piranha. Die piranha uit de Efteling heeft natuurlijk ook zo'n soort Inca idee. Hè, met die Boeddha beelden. of Weet ik veel wat ze allemaal hebben. Van die hele bijzondere. Het is een heel uitgebreid thema, denk ik. Ik denk dat je het heel erg. Uh, groot kan neerzetten op, uh, in zo'n spel. En ja, ik ben dus allerlei dingen aan het doen. Ik ben dus een ingang aan het maken. Uh, daaraan vast probeer ik dan weer een soort van open tempel te maken. Ik heb nu een dak uh, erop gezet, maar dat vond ik niet mooi. Want dan zie je juist niet dat prachtige decor. Uh, de mensen wel, maar het moet niet dat opgesloten gevoel geven. Het moet een beetje een open. Uh, Tempel-idee worden. Dat je echt uh, met de ingang ook langs allerlei objecten gaat: langs stenen, langs uh, 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 weet ik veel, muren die afgebrokkeld zijn, misschien wat andere kleurenstenen, wat bosjes, wat bomen, wat gebouwen. Dat was een beetje het idee. Het moest wel wat druk gaan worden. Ik heb voornamelijk, uh, dat zal je merken aan het eind van de video, ik heb voornamelijk het begin heel erg gethematiseerd van de achtbaan, in het midden en een klein beetje aan het einde. Uh, en tijdens de rit heb ik ook hier en daar wat plantjes gebouwd. Uh, of neergezet, geplant eigenlijk als je het zo netjes moet zeggen. Ik heb hele, heel veel van die, van die uh, struikjes heb ik neergezet die ik ook bij het piraten thema heb gebruikt. Maar die vond ik ook heel mooi passen bij uh, de setting van de Inca. Je moet dadelijk maar zelf oordelen of je het er ook leuk vindt uitzien. Nou uh, hier maak ik nog een gebouwtje bij de remmen. Uh, eigenlijk in principe precies hetzelfde. Maar ze hadden bepaalde daken waar je mee kan variëren. Je hebt zeg maar een plat dak. Dat is gewoon een soort plaat. Een grijze plaat. Maar je hebt ook een dak met allemaal uh, lagen erop. Allemaal blokken. En als je die blokken combineert. Dan wordt, uh, ja, dan wordt het dak eigenlijk veel leuker en veel gevarieerder dan als je een. Vlak dak heb. Alleen maar platen. Zoals je ziet zijn dit de platen. En die ga ik dus vervangen met inderdaad van die stenen tussendoor. Dat ziet er allemaal wat leuker uit. Dan doe ik hetzelfde met het andere dak. Ik dacht van hé, dit is een heel leuk idee. Laat ik dat gelijk uitbreiden naar de rest van de daken. Het mooie aan Parkitect vind ik dat je echt heel veel mogelijkheden hebt. En vooral met de custom teaming kan je echt heel veel. Uh, ja, je kan natuurlijk ook expres heel veel objecten op elkaar gaan bouwen. Maar ik merkte wel. Uh, toen ik op het einde heel van die bosjes ging planten, dat mijn FPS een klein beetje achteruit ging. En dat kon gewoon omdat ja, het zijn zoveel objecten bij elkaar. En het is makkelijk klikken, want je klikt en het object staat. En uh, ja, op zich. Als je dan 100 van die plantjes bij elkaar zet, ja, dan wordt het best wel zo'n soort jungle-idee wat ik ook wil creëren bij deze uh, Maya-set. Maar uh, ja, dan wordt het best wel druk. En dan moet je op een gegeven moment denken van, nou, nu is het wel misschien too much, te veel. Laat ik nu gewoon stoppen met de plantjes, want het was echt veel. Goed, nu ben ik bezig met de rotsen. En het leuke ervan is dat je rotsen ook kan combineren en variëren. En hoe je dat doet, dat is ten eerste met de grootte. Je kan uh, natuurlijk de grootte aanpassen van de rotsen. Maar er is nog iets, en dat is ook heel bijzonder, dat is de kleur. Je kan de kleur aanpassen van de rotsen. En het leuke is om dus een wat donkere steenkleur, een donkergrijs... te matchen met een lichte grijs. Nou, over het algemeen gebruik ik veel meer uh, het lichte grijs. Maar dat combineer ik dus met wat donkergrijs net tegen het zwart aan. En als je dus die stenen een beetje bij elkaar neerzet... dan vormt dat gewoon een uh, best wel leuke... Ik vind dat er best wel leuk uitzien. Ook wat gras had ik ook neergezet. Uh, ja, wat gras. Je kan het ook zien als kleine sprietjes of kleine plantjes of zo. Maar ik heb in ieder geval wat gras tussen die stenen neergezet als een soort mos idee dat het gewoon een beetje groen heeft want ik vind als we alleen maar stenen plaatsen dan is het zo simpel en saai en eentonig dus vandaar ik kan er ook geen vrolijke bloemen tussen gooien want dat ziet er gewoon niet uit dus ik heb gekozen voor inderdaad wat hier en daar wat mos om het zo te zeggen nou, de stenen, die, uh, daar was ik lekker mee bezig. Dus daar ben ik ook verder mee gegaan. Daar heb ik dus ook uh, de rest van de attractie een beetje mee getimed. Vooral begin. Ik heb niet over rotsen geplaatst. Uh, uiteindelijk is wel de bedoeling dat, in de, dat ik in de toekomst meer van die rotsbergtes ga maken tijdens de rit zelf. Ik vond het zelf al, ik ben echt heel trots op deze attractie. Omdat dit toch wel, ja, het is een van mijn eerste attracties van dit park. En ik vind het ook een van mijn best gelukte. Uh, achtbanen die ik heb gemaakt ooit. Ja, dat klinkt misschien raar. En misschien is de layout onrealistisch, in jullie ogen. Misschien is het niet mooi. Of misschien uh, vind je andere layouts veel mooier. Maar ik ben erg tevreden. Dit is toch een van mijn grootste achtbanen in mijn park. En uh, ja, gewoon dat hij op een berg is gebouwd en nu dus een thema krijgt, uh, maakt het allemaal veel leuker en mooier. En ik uh, ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik, ik, moest, ik wou een attractie maken met een Maya-thema. Ik dacht, ik kan een heel nieuwe attractie maken, maar er is geen plek voor. Dan zou ik een oude moeten slopen. Of uh, ik had uh, een Maya-thema kunnen doen aan de andere kant van het park, waar natuurlijk die soort van divecoaster staat. Weet u nog? Nou, het is niet echt een divecoaster, maar het is zo'n zo zo van die brede karretjes, zeg maar, om het zo te zeggen. Is niet de mooiste layout die er is. Volgens mij is dat wel een dive coaster. Op een gegeven moment ga je wel naar onder. Ga je de grond in. Ja dat was wel een dive coaster. Ik was even in de war. Uh, maar op het einde heb je van, van de attractie heb je pas de dive zeg maar. De officiële dive. Maar in ieder geval die attractie zag er niet zo heel mooi uit. En ik dacht van ik kan die gaan teamen. Maar de layout is nog niet zo heel erg mooi. Ik ben niet echt trots op die layout. Dus dan zou ik eigenlijk een hele nieuwe attractie moeten neerzetten. En ik vond het eigenlijk nog vetter om een mooie achtbaan om te toveren tot nog iets mooiers. Kijken of het echt kon. Want ja, weet je, het station was heel erg outdated. En ik heb dus ook alles vernieuwd: de wachtrij, de ingang, de uitgang, dus. Uh, het thema, er is een thema toegevoegd en ik denk dat dat veel leuker staat en is dan dat je uh, een wat mindere layout gaat oppoetsen dat is gewoon zonde ik kan beter in de toekomst gewoon een keer zeggen joh, als jullie het met me eens zijn dan gooi ik gewoon die achtbaan die divecoaster weg en dan gaan we gewoon iets nieuws plaatsen met een nieuw thema nou hier ben ik dus bezig met al die plantjes toevoegen wat, het was best wel een werk uh, sowieso was deze attractie best wel een hoop werk omdat je heel veel details bij elkaar kan plaatsen en ook in de wachtrij wou ik ook wat variaties. Dus ik heb ook van die soort van overkappingen gemaakt. Mocht het gaan regenen, je zit voor een klein gedeelte buiten en een klein gedeelte binnen. Maar uh, die kleuren waren niet zo mooi van die palen. Die, die matchen niet zo mooi met het grijs. Dus ik heb het kwastje gepakt, want ik wist dat het kon. En toen heb ik dus de kleur gepakt van uh, het algemene kleurtje. En toen heb ik die palen gekleurd. Ja, dat was best wel leuk om dat een keer te doen. Het, is, het werkt echt heel simpel. Dat kwastje kan je gewoon lekker gebruiken. Het is een goede toevoeging, heel handig. Nou, twee van die billboards uh, geplaatst. Omdat het gewoon. Uh, ja, weet je, daar kan je altijd nog reclame op maken. Ik heb het nooit echt geprobeerd. Want ik wist niet of het echt ging werken. Omdat ik een slechte ervaring heb met billboards. Uh, van uit de Rollercoaster 3. En dat komt dat ik dan zeg maar een foto wil laden. En dat hij dan een arrow geeft en mijn spel afsluit. En ik weet dat dat niet bij dit spel gebeurt. Maar uh, toch zit er een soort van idee in mijn hoofd van het gaat gewoon gebeuren als ik foto's ingeladen in mijn spel dan gaat het gewoon niet goed en dat maakt niet uit wat voor spel het is het gaat gewoon om, om het idee nou in de midden ik zag al uh, dat er een hele grote bocht was in de attractie een grote bocht van de achtbaan uh, die loopt in een soort cirkel en ik dacht ik ga er een soort tempel van maken nou dat heb ik dus gedaan met een standbeeld bovenop en uh, dat heb ik helemaal omheen bedekt met stenen en met gras ja, of nou gras eigenlijk, uh, waar het van die soort jungle planten. Het komt uit volgens mij de dinosaurus of de dino park set geloof ik. Dan wou ik nog een trappetje gaan maken naar boven. Uh, uiteindelijk vond ik dat niet heel mooi eruit zien. Het was de bedoeling dat mensen, dus bijvoorbeeld, ook naar boven kunnen lopen. Zogenaamd. Je kan natuurlijk niet, uh, we laten mensen niet zomaar helemaal door die attractie heen lopen. Dat vind ik helemaal niks. Maar in ieder geval, het idee dat je dan daarheen kon lopen uh, zag er leuk uit. Maar ik vond het er niet mooi uitzien. Dus ik heb het ook weer weggehaald. Nou, uh, hier plaats ik inderdaad van die paaltjes. En op die paaltjes zet ik dan weer een ander stuk. Waardoor het een beetje een, echt een tempel-idee wordt. Een ingang van een tempel. En het deed me wel een beetje denken aan de Mummy Ik weet niet of jullie die film hebben gezien. Maar de mummy uh, speelt zich ook voor mij. De mummy returns. En dan het einde, wanneer ze naar die piramide gaan. Dan, uh, dan, dan gaan ze ook door zo'n soort jungle. Dat vind ik best wel heel vet eruit zien. Had ook wel een beetje zo'n Inca-idee, uh, vind ik. Zo'n zo beetje die tempels. Het is dan niet Egypte. Het is een soort Egypte. Maar dan in een, in een soort jungle-stijl. Ik denk dat dat het allerbeste is wat je kan zeggen met beschrijving. Van ja. Een beetje een tempelachtig idee. En uh, daarom uh, hier wat rots omheen, je ziet dat ik ook de rest van de attractie een beetje ga afronden. Ik vond het leuk om dit te doen. Als jullie nog ideetjes hebben om dit nog op te poetsen, of misschien nog ideetjes voor deze attractie, laat het zeker in de comments weten. Ik heb ook helemaal nog geen idee wat ik hierna ga doen van een attractie. We hebben nog heel veel mogelijkheden. In ieder geval, uh, we gaan gewoon de volgende update gaan we gewoon dingen afwerken. Dus uh, het park gewoon wat mooier maken. Hier en daar wat hekjes, wat meer teamen. En uh, ik weet niet hoe jullie er tegenover staan als ik blueprints ga gebruiken. Uh, dat zijn zeg maar gebouwen die niet door mij zijn gebouwd, maar door andere mensen. En dat is natuurlijk wel een soort van cheaten, vind ik ook alweer. Want dan is het niet eerlijk van. het. ik heb het zelf gebouwd. Dan is het iemand anders heeft dat gebouwd. Ik plaats het in mijn park en klaar. Maar dan wil ik het wel gaan afwerken. Maar dat is. Ja, er zijn mensen gewoon niet echt. Blij mee, dat snap ik ook wel. Dus ik wil gewoon weten wat jullie van het idee vinden als ik een keer een blueprint uh, in mijn park zet. Hoe jullie daar tegenover staan. Dat jullie kunnen kijken wat andere mensen hebben gemaakt. Ik heb namelijk heel veel blueprints gedownload om te kijken wat mensen creëren. Ik vind het echt absurd, want er zitten echt hele mooie creaties bij. Uh, maar laat het dus no nogmaals weten in de comments wat jullie ervan vinden als ik een keer weer zo'n blueprint in mijn park zet. Want dan weet ik ook een locatie om die blueprint neer te zetten. En misschien kunnen wij die blueprint zo gaan aanpassen dat wij zeg maar uh, de attractie verwijderen in zo'n blueprint en dat we dan een nieuwe attractie toevoegen, ja dus uh, ja, laat het weten en in ieder geval dan ga ik even op zoek naar een bijpassende uh, blueprint om die uh, neer te zetten, nou dit is ongeveer wat mijn attractie is geworden hier hebben we palmbomen, het staat een beetje vol inderdaad zoals ik al eerder zei uh, ik ga de volgende keer nog wat meer aan teamen maar dit is even voor nu hoe die eruit ziet uh, in de Inca stijl de Maya stijl om het zo te zeggen Laat vooral een dikke like achter voor deze video. Volgende keer zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering van Parkitect. Doe doeg iedereen!